Wat mij ertoe heeft gedreven om in de wetenschap te werken, is dat ik het leuk vind om onderwerpen wat dieper uit te kunnen diepen en wat langer aan hetzelfde te kunnen werken, zonder dat het allemaal heel snel en efficiënt af moet zijn. En dan is het ook vooral leuk dat je de kans hebt om moeilijke dingen zelf uit te vinden en bij te leren en zelf te proberen, in plaats van dat iedereen alleen kan doen waar die al goed in is. Want dat waar je goed in bent, is niet per se altijd hetgene wat het meest voldoening geeft. Nou, het wetenschap heeft eigenlijk altijd wel in mijn bloed gezeten van het doen van onderzoek. En ook chemie en moleculen hebben me altijd gefascineerd. En dat is voornamelijk ook gekomen door gewoon een hele goede leraar op de middelbare school. Ik had een uitstekende scheikunde leraar, maar niet een zo goede natuurkunde lerares. En daarom ben ik eigenlijk scheikunde gaan studeren. Ik ben in de wetenschap gegaan toen ik op stage ging naar Polen. En daar moest ik allerlei veldmonsters verzamelen in bossen en op vlakten. En dat was zo mooi. En daar heb ik gewoon mijn passie gevonden. Dus dat ben ik gaan volgen. En ik heb ook de kansen gekregen om dat dan ook te doen. Dus zo ben ik de wetenschap ingerold.